Wij weten allemaal wat de risico's zijn van alcohol, drugs, maar gokken blijft nog een beetje op de achtergrond. Veel mensen weten niet dat je ook kan verslaafd raken aan gokken en dat er bepaalde risico's mee gemoeid gaan. Op 13-jarige leeftijd had ik mijn eerste contact met gokken. Ik vond het zeer interessant om mijn kennis die ik had opgebouwd, of die ik dacht die ik had opgebouwd, te gebruiken om op voetbalwetenschappen te gaan inzetten. Het minder goed gaan van zijn voetbalcarrière in combinatie met het zoeken naast het voetballen naar andere kicks. En zijn kick was dan het gokken. Ik herinner mij een moment dat ik samen met ploegmakers op een vrijdagavond naar het casino ging. We hadden een avondje gespeeld. Ik ging naar huis toe, vrienden ook naar huis toe. En ik denk een uur later ben ik gewoon terug naar het casino gegaan. Gewoon omdat ik terug de drang had om terug te willen gokken. Dit is een authentiek verhaal en hij vertelt ook over wat hij meegemaakt heeft. Hij vertelt het zeker niet altijd hetzelfde. Wat op dat moment, of welke groep op dat moment voor hem zit, wat hij belangrijk vindt, dit moeten ze weten, dat kaart hij ook heel hard aan. Mijn verhaal dat kan misschien kracht geven aan personen die vandaag de dag geconfronteerd worden met de problemen die zij ervaren met het gokken. Ik denk dat het een verhaal is wat jong en oud kan raken. Meerwaarde voor jongeren en ik denk ook, hij heeft een contactpunt gegeven, dus dat jongeren hem kunnen contacteren. En dat is altijd een meerwaarde ook voor jongeren. Ja. Iedereen kan door zijn verhaal geraakt worden, denk ik wel, ja. Vandaar denk ik dat het ook heel belangrijk is dat Arne die boodschap blijft geven van kijk, dit heeft het mij gebracht als jonge gast. Dit heeft het mij ook aan problemen gebracht op allerlei vlakken. Ja, ik denk dat de boodschap die hij geeft, dat hij die voornamelijk moet blijven geven. Ja. Hij is zeer beleefd, zeer correct, ja, heel competent vind ik. Ik vond het echt heel goed. Echt waar. Ja. Super. Geweldig.